Kijk, die jongsband raken we zo groter ook en dan. Raken we zo kinderen bekken ook al wat dinges. En op een middag stap Jannie bij zijn ma. En die komt bij zijn. Zijn ma gaat kosten. Hij zegt ma. Zijn ma zegt wat zit boete. Hij zegt ma, ze liep geloven wat gestaan in die huis gebeurd. Zijn ma los alles net zo. Ze zegt, je beter vertel. Hij zegt ma, gestaan toen ma op die dorp was bij die schoolvergadering. Hij zegt, dus pa en die sari hier in die gang af. Hij zegt ma, toen doen hulle. Ma zegt, wacht net zo beetje boete. Wacht net zo beetje. Ze zei, ma, zei je wat ons maakt met die bezigheid. Vandaan is ons rustig zitten eten. Zoals een mooie familie. Daar staan je op en dan vertel je die story binnen je pa's gezicht. Maak je je geldje. Ah, ik denk, het klinkt af om naar bezigheidsplan. Alle die aan net zo die tweede opgevat. Toen sprang hij een man los aan de op en ik kom bijstafel. Hij zei, ma. Zei, ma, zei wat ze moet. Hij zei, ma, zal nooit geloven. Wat gisteren in die huis gebeurd. Zei, ma, zei maar vertel. Hij zei, ma, gisteren aan toen ma op die dorp was. Voor die schoolvergadering. Hij zei, dus pa en die sari hier in die gang af. Hij zei, ma, toen doen hadden de heiding wat ma en Piet gedoen toen pa voor 6 weken op cursus was. Hey.